Zo vlak voor het examen zit Jelle er best relaxed bij in huis, Tunjan. Ik sta er erg goed voor. Ik sta momenteel het laagste cijfer 7,3. En ja, voor de rest sta ik eigenlijk tussen 7 en 8 sta ik in. Voor de rest, ja. Toch blijft hij herhalen en herhalen voor de zekerheid. Het is puur voor jezelf voor zekerheid. Het is niet, heeft niks te maken met of je het wel of niet weet, want je weet het wel. Als je het allemaal weet, mag je even naar buiten met de pup. Kom maar. Kom maar, ga. En ook klasgenoten zijn belangrijk in deze dagen van het examen. Zeker, ja. Ik heb veel contact met mijn vrienden. Over de app natuurlijk en ook via de telefoon. Dan bel je even met elkaar van, hoe is het nou? Hoe gaat het leren? Maar eerlijk is eerlijk. Al staat hij er goed voor, hij heeft regelmatig genoeg van het leren. Elke dag. Ik denk zeker om het uurtje wel, dat je er klaar mee bent. Maar aan de andere kant dan denk ik ook van wat er daarna komt. Als ik nu even doorzet, dan kan ik zo meteen 2 maanden lekker genieten, niks doen. Als meester geen herkansing te hoeven doen, is dan al helemaal rustig. Ja, dus dat houdt me wel een beetje de gaande. Het Leidse burgerinitiatief Stop Motorlawaai protesteerde op Hemelvaartsdag tegen het geluid van motorfietsen. Met een spandoek langs de Voorschoterweg maakte een kleine afvaardiging hun punt. De actie was vooraf niet aangekondigd om te grote opkomst van zowel voor- als tegenstanders te voorkomen. Het protest werd georganiseerd door buurtbewoner Ab Swinkels. Motorrijders met name voelen zich onaantastbaar, doen gewoon hun zin, maken voor hun eigen plezier lawaai. En dat moeten wij bewoners langs de wegen hier maar accepteren. Nee, volgens mij als de pakkans wordt vergroot, flink wordt vergroot, door slim te handhaven, door prikacties her en der regelmatig, maar niet steeds op dezelfde plek, want anders geven ze het aan elkaar door. Daar hebben wij hoge verwachting van. Het is volgens Winkels niet nodig om motoren helemaal te verbieden. Ze moeten in ieder geval zorgen voor een motor die aan de voorschriften voldoet. Dus er moet niet aangesleuteld zijn. De dempers moeten in orde zijn. En vervolgens moeten ze met hun rechterhand proberen om zeker in de bebouwde omgeving met respect hier rond te rijden. Wij vragen respect en zich houden aan de regels. En dat is alles. En dat is geen discriminatie, dat is geen haatcampagne van onze kant. Dat is, hou je aan de regels, rij respectvol hier door de wijk. En wij vinden het prima. Vertegenwoordigers van de lokale politiek waren wel bij het protest aanwezig. Duo raadslid van Partij Sleutelstad Thijs Vos legt uit waarom. Het overlast is niet alleen erg frustrerend voor de mensen, maar het is bovendien ook nog eens een risico voor de volksgezondheid, zoals het RIVM stelt. Daarom hebben wij als Partij Sleutelstad ook eerder schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want wij willen dat er meer prioriteit wordt gegeven aan het handhaven hiertegen. Dat heeft toen helaas nog geen verandering gebracht. En daarom zijn wij voornemens om een motie in te dienen. Omdat er echt prioriteit moet worden gegeven aan het handhaven hiertegen. Bijvoorbeeld door prikacties. En ook D66-raadslid Antje Jordan vindt dat de gemeente aan zet is in de strijd tegen motorlawaai. Nou ja, je kan als gemeente ben je natuurlijk wel mede ook opdrachtgever van de omgevingsdienst. En ook heeft onze burgemeester overleg met de politie. Dus wij denken dat we aandacht kunnen vragen voor betere handhaving. Want de wet is er gewoon, er moet gehandhaafd worden, dat kan. En wij kunnen zorgen dat in elk geval alle hinder en overlast die wordt ervaren goed worden geregistreerd. Floortje Bol is 14 jaar, woont in Den Haag en voetbalt in Oegstgeest. Nadat ze enkele jaren uitkwam voor FC Oegstgeest, promoveert het talent komend seizoen naar de profclub in haar woonplaats. Ik werd uitgenodigd om 1 keer per week met de meiden van mijn eigen leeftijd mee te trainen bij een trainingsgroep bij ADO. En dat is dan de meiden onder 13, onder 14. Ik ging gewoon een paar keer mee trainen met de Futures en toen werd ik uitgekozen om mee te trainen met de hogere groep bij MO16. En toen hadden ze op een gegeven moment het einde van het seizoen een beetje een uitnodiging gestuurd naar de meiden die misschien volgend seizoen bij ADO willen spelen. En toen heb ik ja gekozen, omdat ik dacht dat het goede moment was. Ik ga volgend seizoen bij de MO16 spelen. En nu train ik een paar keer mee met de MO16. Maar die gaan allemaal doorschuiven naar de 17, dus wordt een heel nieuw team. Voor de trotse ouders van de 14-jarige was het voetbaltalent van hun dochter al vroeg duidelijk. Eigenlijk vanaf haar derde liep ze al te dribbelen met de bal. Altijd in het tuintje.
ja, dat werd alsmaar beter en we zagen ook wel dat schot. Dus nee, hartstikke mooi en de ontwikkeling die ze meemaakt is, ja, is echt wel iets om trots op te zijn, zeker. Het voetbaltalent lijkt bij Floortje in de familie te zitten. Vanaf mijn 15e tot mijn 40e ongeveer heb ik zaalvoetbal gespeeld. En met volle plezier ook. Puur, ja, mijn vader was ook altijd een goede zaalvoetballer. Dus daar heb ik het denk ik van. Naast de beste speler bij ADO wil Floortje ook een voorbeeld zijn voor andere meiden. Sinds het EK gaan er steeds meer meiden voetballen. En dat is bij mij ook. Nou, ik was vroeger al veel meer bezig met voetbal. En ik vind dat voetbal geen jongenssport is. Dus ook geen meisjesport. Het is volop lente in de Hortus Botanicus. Veel planten en bloemen laten zich van hun mooiste kant zien, maar zonder publiek. Als gevolg van de coronamaatregelen is de tuin al enige tijd gesloten. Medewerker Robert Volmer is wel dagelijks in de Hortus te vinden. Hij neemt je mee op een digitale rondleiding langs enkele hoogtepunten. Zoals hier de Ginkgo biloba, en die maakt nu net zijn blad. En dat zijn nog zulke mooie, kleine, zachte blaadjes. En die worden nog veel groter, die worden iets van zo groot. Maar nu zijn ze nog zo klein en zo sappig en nog heel teer. Verderop in de Von Siebeltuin is een familielid van de boom te vinden, de bonte ginkgo. Sommige blaadjes, daarbij zijn een deel van de nerven die door dat blad lopen, die zijn wit of geel of lichtgroen. Dus dat is een mutatie in de plant. En in de natuur heeft zo'n plant daar niks aan, want dat betekent dat je niet zo groen bent als een andere plant. En dat betekent dat je niet zoveel zonne-energie kunt gebruiken. Maar in tuinen, wij vinden het mooi. De mensen vinden het mooi, dus wij houden die bomen dan in leven. Deze kastanjeboom hier aan de singel, die staat hier al 203 jaar. En hij is weer prachtig uitgelopen en hij maakt nu zelfs zijn eerste kaarsen, zoals we ze noemen, kaarsen van bloemen hier. De witte paardenkastanje, genoemd naar die mooie witte met roze bloemen. En die zijn nu allemaal aan het uitlopen, dus dat duurt niet lang meer. En dan, als je dan hier langs de singel rijdt, dan zie je die enorme groene boom staan, vol met van die prachtige witte toortsen met die witte kaarsen erop. Hier in de Chinese kruidentuin, daar duurt het altijd nog wat langer voordat er mooie dingen beginnen te verschijnen. Maar nu is het echt uit de grond aan het komen allemaal. En hier staat rabarber. En ze hebben in Engeland heb je wat je noemt de rabarber driehoek. En daar lopen de mensen dan ook alleen maar met kaarslicht, om zo geen licht te maken, want zodra die planten licht op gaan vangen, dan worden ze groen, dan gaan ze blad maken en dan is het geen lekkere rabarber meer. En dan zeggen ze dat ze zo snel gaan groeien, die stengels, dat je ze kunt horen groeien. Chinese bieslook. Het is geen gras. Geen gras, nee. Smaakt gewoon naar bieslook, maar het is ietsje anders dan de bieslook die wij gewend zijn, want hij is plat en niet rond. Dit deel van de hortus waar we nu staan, dat is er pas sinds 1818. En daarvoor, nou, dan woonden er hier mensen, verderop was een begraafplaats. En we vinden dus de sporen van die oude bewoning, nou, die vinden we nog steeds terug in de bodem. En nu, omdat de nieuwe beregening is aangelegd, is er heel veel grond omgespit, dus dan komt er van alles naar boven. Zoals zo'n klein kleien pijpensteeltje. En je weet wel, die lange goudse pijpen, die kleien pijpen die mensen vroeger rookten. Nou ja, die rookte je één of twee keer of een paar keer. Dan raakte die verstopt en dan gooide je hem weg, brak hij in stukken, ging je de bodem in. Het waren de sigarettenpeuken van hun tijd. En ondanks dat ze niet schadelijk zijn voor de natuur, zijn ze niet biologisch afbreekbaar. Dus nou ja, 100, 200 jaar geleden, liggen, of 100 of 200 jaar later, liggen die dingen er nog steeds. We hebben ook nog een stukje hele zure grond hier liggen. En daar groeien dan ook planten op die heel goed met zure grond, die heel goed op zure grond groeien. En eentje daarvan is natuurlijk de rhododendron. En daar hebben we een paar verschillende soorten van staan. Wilde soorten. En hier staat een prachtige witte en die is nu net op zijn hoogtepunt. Wanneer de hortus weer open gaat voor het publiek is binnenkort duidelijk. Volmer is er in ieder geval klaar voor. Kijk, hier staan we naast die T-Rex, dat is een van onze topstukken. Ja, die is uitgestorven. Heel fijn eigenlijk, want als die rond zou lopen zou we een probleem hebben. Maar
Wij gaan eigenlijk helemaal niet over uitsterven. Wij gaan eigenlijk proberen om te zorgen dat er niet andere soorten ook nog uitsterven. Dus we gaan over biodiversiteit. Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur bij Museum Naturalis. Vanuit zijn rol zoekt hij actief de samenwerking met andere partijen om de natuur gezond en gevarieerd te houden. Kijk, als ik iets weet van bijen, dan gaat dat de wereld niet veranderen. Dan gaat het alleen maar goed als ik met de gemeentes praat of met de boeren praat of met anderen. Allerlei mensen en partijen die ons landschap kunnen veranderen. En die kunnen zorgen voor meer biodiversiteit. Nu het museum als gevolg van de coronacrisis al maanden gesloten is, zoekt Naturalis de samenwerking met Staatsbosbeheer op. Museummedewerkers helpen een handje mee in de vrije natuur. Nou, het is eigenlijk wel geluk bij een ongeluk. Het is natuurlijk nooit leuk als het dicht is. Maar we hebben medewerkers die inderdaad in het veld met Staatsbosbeheer bezig zijn om te leren wat zij eigenlijk doen. Aan de andere kant hebben we ook regelmatig overleg met Staatsbosbeheer over wat hebben zij nou aan kennis nodig om die natuur nog meer te beschermen. Dat is wel interessant, want je zou denken, nou, Staatsbosbeheer weet alles. Hè? Die hebben allemaal bos en die kunnen dat beheren en zo. Maar dat is niet helemaal waar. Is het natuurlijk handig als je weet wat er allemaal voorkomt en hoe je kan monitoren of je het goede doet. En dat is heel veel werk. Dus wij maken tools, eigenlijk gereedschappen, om dat slimmer te doen. We hebben nu camera's die je in het veld neer kan zetten. Dan heb je een geel stuk papier en daar landen insecten op. Die camera neemt foto's van insecten elke 10 seconden. En wij kunnen die camera automatisch insecten laten tellen en herkennen. Nou, dat is iets dat is veel te duur natuurlijk als je dat in het veld moet doen. Dus wij helpen Staatsbosbeheer met die automatische beeldherkenning, met monitoring, om beter in te kunnen schatten hoe het gaat met de biodiversiteit. Voor het verbeteren van de biodiversiteit is alleen een samenwerking tussen Naturalis en Staatsbosbeheer niet genoeg. Nederland is Champions League als het gaat om biodiversiteitsverlies. We hebben weinig natuur, slechte kwaliteit, een enorme druk erop en dat is niet goed. Soorten gaan allemaal achteruit. Dus hoe kunnen we dat ombuigen? Nou, door met z'n allen samen te werken. En dat is met partijen als Staatsbosbeheer, maar ook met de waterschappen, met banken, met gemeentes, met natuurorganisaties. En dat vraagt ook eigenlijk omdenken. En omdenken, dat klinkt makkelijk, maar dat is niet voor niks moeilijk. Dat is omdenken. Dat is anders dan je normaal doet. En dat doe je met z'n allen. Bijvoorbeeld, hè, als je je bermbeheer ziet. Nou, dan kan je denken, waar kan ik groen laten groeien? Nee, je kan ook denken, lang als het kan, kort als het moet. Dus in principe doen we het lang, of in principe maken we het groen de stad, behalve als het echt grijs moet met tegels. Nou, die manier omdenken, dat proberen we steeds meer erin te brengen. Ook voor de mensen die thuis de natuur een handje willen helpen, heeft Biesmeijer een tip. Als je een grasveld hebt, ja, dan kan je dat elke 2 weken maaien, maar dat is geen verrassing dat je dan niks hebt natuurlijk, want dan heb je alleen 1 soort gras. Je kan ook bedenken, waar kan ik andere planten neerzetten? Elke plantensoort levert je potentieel 10, 20 soorten insecten en andere en vogels weer op en andere dingen. Dus hoe meer diversiteit je hebt, hoe meer lol je eigenlijk van je tuin hebt. En gelukkig ontdekken heel veel mensen dat nu met corona. Hoe laat stonden vanochtend hier de eerste sportschoolgasten? Om 8 uur. Ja, en het was vanochtend echt super druk. Ook met de groepslessen waren volgeboekt. Dus het ging goed. En mogen jullie binnen al groepslessen geven? Nee, nog niet. We zijn nu buiten groepslessen aan het geven. En we hopen dat we zo snel mogelijk naar binnen mogen. Dat zou fijn zijn voor de sportschool, maar ook voor de leden natuurlijk. Dat we weer gewoon binnen kunnen sporten. Nou, je stond vanochtend op en je dacht, yes, de sportscholen gaan weer open. Ging het ongeveer zo? Een beetje. Ik dacht wel chill, want dan kan ik gewoon weer lekker hier sporten in plaats van buiten rondjes rennen. Dan is dit natuurlijk wel wat fijner, omdat je gewoon meerdere dingen kan doen. Dus ik moest vanochtend, had ik een werkgroep en daarna dacht ik, nou, ik ga even sporten. Ja, thuis doe je ook nog wel eens wat, maar het is toch anders dan dat je echt naar de sportschool gaat. Dus hier kan je weer een beetje krachttraining doen en een beetje, wat ik gewoon prettig vind. Dus je bent ook gewoon wat meer gemotiveerd doordat je niet altijd buiten hoeft te staan en de regen. En het is heel slecht weer geweest de afgelopen tijd. Ben je door blijven betalen tijdens de 5 maanden stilte hier? Of? Nee, sommige maanden wel. Maar dat was eigenlijk omdat ik gewoon te laat het afzij. Ik ben natuurlijk student, dus dat, die centjes had ik op zich nog wel nodig. Hoeveel abonnees zijn jullie verloren tijdens de lockdown? We zijn ongeveer 1/3 verloren aan de lockdown. Maar we hopen die zo snel mogelijk weer terug te krijgen.
En wat doen jullie om de sporters blij te houden? Je geeft een bloemetje mee, zeg ik? Ja, klopt. We geven een openingsbloemetje mee. Gewoon de klanten te laten zien dat wij heel blij zijn dat ze ons hebben gesteund. En dat ze nog steeds lid zijn bij Vrouwfit. En merk je dat er nu al meer aanmeldingen komen vandaag? Ja, zeker. Ik heb er vandaag al 3 gehad. En het is nu 2 uur. Maar ook online komen ze ook binnen. Dus dat gaat de goede kant op, zeker. Mensen hebben weer zin om te sporten. Ja, absoluut. Ja, dat merk je. Iedereen is heel enthousiast en iedereen wil weer trainen en fit worden. Goedemiddag kijkers, welkom op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden, waar vandaag de opening plaats gaat vinden van de 2021 editie van Beelden in Leiden. Een bijzondere editie, Henriette. Jij bent in 2018 eigenlijk al voorzitter geworden en toch is dit pas jouw tweede opening. Klopt, maar wel een hele bijzondere in het kader van het jubileum wat we toch 10 jaar bestaan. Ja. Nou, geen grote publieksopening, maar daarom vandaag live op televisie. Kan iedereen er toch bij zijn. Niet alleen beelden op de Hooglandse Kerkgracht, want jullie hebben dit jaar ook weer een nieuwe partner, hè? We hebben eigenlijk 2 nieuwe partners. Want hier staan we nu op de Hooglandse Kerkgracht met 5 beelden. Maar het 6e beeld is in de bibliotheek. En we zijn heel blij met de samenwerking met B+C. En het 7e beeld, ons jubileumbeeld, is op de begraafplaats Rijnhof. Waar wij gewoon ook een nieuwe associatie mee aangegaan zijn. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, want dat is vandaag of dit jaar een tweede, echt een tweede locatie, hè? Dat is een tweede locatie dit jaar. Waar mensen naartoe kunnen, wanneer? Tijdens de openingstijden van de begraafplaats? Tijdens de openingstijden van de begraafplaats. En straks na 23 juni is er ook een tweede beeld te zien. Dus dan nog komt meer reden om dan daar naartoe te gaan. Absoluut. Nou, de bibliotheek is vandaag ook weer open gegaan. Gelukkig wel. Want daar staat het beeld in de binnentuin. Daar... Hele bijzondere installatie. Ja, klopt. Dat komt straks denk ik, hè, als we inderdaad gaan we een zien. Beetje gaan kijken naar de beelden. Want dat gaan we zo meteen natuurlijk doen. Nou ja, hier op de gracht 4 beelden dit jaar, hè? Anders dan andere jaren. 5, hè? 5. Ja, anders dan andere jaren, omdat we er dit jaar voor gekozen hebben om iets meer financiële mogelijkheden aan de kunstenaar te geven. Dus we hebben 6 kunstenaars uitgenodigd. En die hebben daardoor ook gewoon de ruimte gekregen om een wat robuuster beeld te maken. Zoals, letterlijk de ruimte. Letterlijk. Ja. Letterlijk de ruimte. Ja, dat is een groot verschil met de andere jaren ook. Hè? Er zijn forse kunstwerken. Er zijn ietsje kleinere, maar er zijn forse kunstwerken. Ja, mag je wel zeggen. Ja, ja, leuk. Ja. Ja. Wij zijn opnieuw heel verheugd dat BPS, de groep bedrijven rond de Schipholweg, dat die onze grootste sponsor zijn. Naast fondsen. En dat zij inderdaad ook een keuze gemaakt hebben voor een beeld. Dus ik vraag graag aan Erik van Maastricht om hun keuze bekend te maken. Ja, wij zijn natuurlijk niet echte kunstkenners. Maar wij beoordelen het beeld over het algemeen op geschiktheid voor de plek waar wij het nabeelden in Leiden na 3 oktober graag willen plaatsen op het Schuttersveld. En... dan kijk je meer naar, past het in die omgeving? Is het voldoende hufterproef? Kan het daar een jaar staan? Dus niet zozeer op kunstzinnige waarde, maar wel ook op een... Dat het een beeld is wat ons echt aanspreekt. Wat wij heel graag in ons gebied zouden willen hebben. En het beeld wat wij dan gekozen hebben, maar waarvan we nog niet zeker weten of we dat kunnen plaatsen. Dus dat is nog wel een dingetje. Dat is het beeld Mississippi van Maud van de Beuken. Maud, mag ik jou uitnodigen die microfoon te pakken? Hallo. Dankjewel. Wij vinden het fantastisch. Oké. Ja, ik vind het ook fantastisch. Dankjewel voor deze prijs. Ik ben helemaal... Nou ja, dit is dan even een voorafje. Ja, en we gaan echt ons best doen... Om te zorgen dat het beeld een mooie plek krijgt op het Schuttersveld. Ja. En we gaan dat met de gemeente bespreken. Als de gemeente groen licht geeft, wat ons betreft komt het er 100%. Maar we moeten even kijken met de gemeente of we dat gezien de omvang voor elkaar krijgen. Oké, okay. Nou, dus dat zou heel leuk zijn. Een mitsje. Dat vinden wij heel jammer, maar... Ja, ik wel een gewaagde keuze. Om teleurstelling later te voorkomen. Ja, oké. Ja?
Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Heel veel gelukt. Is goed. Nou, Maud, gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben jouw beeld net gezien, hè, in het filmpje met de curator. Ja. De bedding van de rivier. Nou, en het is water. Inderdaad het grootste werk hier op de gracht. Ja, dat klopt. Met afstand. Ja. Leuk. Wil je er zelf nog iets over vertellen, over je werk? Ja, dat kan. Ja. Het is het werk is een 1-op-1 kopie van de Mississippi rivier op ware schaal. Dus ik heb hem de rivier daar ingescand. En als je het water zou bevriezen, dan zou het er zo uitzien. Dus. En Leiden was, dit was vroeger ook een gracht. Dus hier staat het water nu opnieuw. Ja. Komt dat zien? Ja. Ja, vanaf vandaag te zien op de Hooglandse Kerkgracht. Het was een pittig examen voor mij. Ja, ik had geoefend. Daar ging ik toch wel beter voor mijn gevoel dan nu. Het kan ook heel veel beter zijn gegaan dan ik dacht, maar tot nu toe niet heel positief. Gelukkig staat Jelle er goed voor, dus hij kan wel wat leien. Zijn examens zijn overigens niet gewoon in de gymzaal, maar in de congreszalen van Corpus. Doordat wij extern gaan, kunnen we andere leerlingen op school laten komen. Dus door deze 188 leerlingen in Corpus te settelen, kunnen we 188 leerlingen in de lokale plaatsen. En onder andere de gymzalen worden nu gebruikt als leslokalen. Leerlingen mogen hun examen spreiden over 2 tijdvakken in plaats van 1. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak toch volledig examen doen. Op onze school merken wij dat eigenlijk nagenoeg alle leerlingen gebruik maken van die eerste shift. Omdat ze niet de zekerheid hebben of ze ziek zullen worden. Ook denk ik doordat niet nadrukkelijk er achterstanden waren. Wij zien eigenlijk een beperkt aantal leerlingen, echt een aantal leerlingen die daar gebruik van maken. En om hele goede redenen dan voor die leerling. Jelle herstelt verbazend snel en leert zijn les uit vandaag. Ik weet nu wel wat ik niet en wel moet doen. Laat ik zo zeggen, ik begon te twijfelen aan alles in het examen zelf. En toen, dat neemt alleen maar tijd in beslag. Dus eigenlijk moet je gewoon lekker doorgaan. Gewoon ritme houden en dan gaat het een stuk beter. Ik denk dat de emoties vooral komen op het moment dat ze dit pand verlaten. En op het moment dat ze misschien kennis nemen via internet van de mogelijke antwoorden. En de afwijkingen van hun eigen antwoorden. Dus wij krijgen dat niet nadrukkelijk mee. We horen af en toe wel de gesprekken van de leerlingen onderling. Maar de echte emotie, nee, die krijgen wij hier niet of niet mee. Ga je vanavond doen? Heel veel slapen en een beetje chillen. Fijne dag nog, hè. Richting de 200-300 wapens gaan we wel. Deze week organiseerde de politieregio Den Haag Drop It. Een actie waarbij anoniem wapens konden worden ingeleverd op het bureau. Ja, er staan gele kliko's in ieder politiebureau. Die voorzien waren van de ketting. Dus niet makkelijk eruit te halen zijn. Waar mensen dus hun binnen kunnen komen in het politiebureau. In de algemene ruimte. Dat ze daar naar binnen lopen. Container open, mes erin en weer wegwezen. Voor vuurwapens moesten ze even bellen. Het is natuurlijk niet helemaal anoniem. We weten waar je woont, we weten wie je bent. Daar wordt dan al wel even onderzoek naar gedaan door onze forensische opsporing. Om te kijken of ze niet betrokken zijn bij een strafbaar feit. Maar is dat niet het geval, dan wordt er niet vervolgd voor het bezit van het vuurwapen. Agent Tom Scheepmaker hielp mee met de actie. Hij vertelt waarom de politie Drop It organiseerde. Alle messen, slagsteken, stootwapens willen we graag van de straat. Dus die hebben ze inderdaad gewoon kunnen inleveren in de container. Volledig anoniem, naar binnen lopen. Container open, mes erin en weer wegwezen. Ja, opbrengst eigenlijk best wel hartstikke goed voor 1 week tijd. Het is niet een hele lange actieperiode, maar toch best wel veel animo onder de mensen om van de vuurwapens af te komen. Drop It leverde een stuk meer op dan vooraf werd verwacht. Nou, dinsdag zaten we al op 160 en ik weet nu is donderdag, dus 2 dagen verder en we hebben bijna weer verdubbeld. Dus het gaat hartstikke hard met het inleveren. De wapens worden nog nagekeken of ze betrokken zijn bij een strafbaar feit. En daarna zullen ze allemaal vernietigd worden.